We gaan beginnen met het begin. En waar is dat dan dat we goed kunnen netwerken? Hoe deden ze dat vroeger, als iedereen kende in het dorp? Het café, voilà, het café. We krijgen heel veel de vraag van, kijk, wat moet ik nu doen? Ik kom op zo'n netwerkevent aan. Ga ik naar iemand toe? Durf ik dat? Mag ik dat? Wat kunnen we doen? Hoe stappen we naar iemand? We maken oogcontact. Zorg dat je altijd een aantal ijsbrekers in je tas hebt steken, in je zak hebt steken. Zodoende dat het makkelijk is om die connectie te maken. Wat heb je daar straks gedaan? Je bent binnengekomen de eerste dag, je hebt aangesproken. Heb je goede dag gezegd, ja? En dan? Begin met ijs en eindig op breker. Ik vind het eigenlijk spannend. Ik ben... van inborst wel sociaal, maar dan door nu de tips gekregen te hebben, begin je erover na te denken. Zorg dat je altijd 10 ijsbrekers in je zak hebt zitten en dat dat simpele dingen zijn. Wel, het is zo dat we eerst tips en tricks meegeven van hoe dat ze dat efficiënt kunnen gaan doen. En daarna volgt dan de speeddate waar we 3 minuten met iemand praten en dat we dan eigenlijk doorschuiven. Dit is de speeddate. Wat gaan we nu doen? We gaan aan die tafeltje staan. Nummertje 1, nummertje 2, nummertje 3, nummertje 4, nummertje 5. Eigenlijk laat ik de andere eerst praten. Dat heb ik gemerkt nu. Dus ik ga met een open houding naar die persoon en ik luister en dan stel ik mezelf voor. Het is ongelooflijk leuk en ik denk dat het ook realistisch is. Als je ziet wat er allemaal verandert in de wereld, dan denk ik dat het ongelooflijk tof is dat je mensen moet leren kennen. Netwerking is ongelooflijk belangrijk op deze ogenblik. En dit is een prachtige vorm om het hier te kunnen oefenen. Want ik denk, netwerk is een heel gemakkelijk woord, maar het echt om het heel goed te doen en om het krachtig te laten maken, dan denk ik het zelf, iedereen zou het moeten oefenen. Ik moet het nog wat meer doen, zoals bijvoorbeeld mijn kaartjes liggen in mijn auto. Dus eigenlijk zou ik die altijd op zak moeten hebben. Ja, ik denk dat netwerken heel belangrijk is en dat je dat best eigenlijk zowel aan de schoolpoort als met vrienden, nieuwe mensen die je ontmoet, kan je dat eigenlijk altijd toepassen. Hè? Wat ik merk is dat heel veel mensen babbelen, maar weinig gaan netwerken. Dus voor mij is de gouden tip van goed bewust te zijn van als die andere nu fan wordt van jou, ambassadeur wordt van jou, hoe moet die u gaan doorvertalen? En als je daar uw pitch of uw introductie aanpast, zodoende dat de ander met iets tastbaar de zaal uitgaat, dan kan die voor jou eigenlijk fan zijn, ambassadeur zijn en u verder uitdragen. En dan heb je een optimaal via-via kanaal en heb je succesvol netwerk.